Lisa nam mijn arm en stelde voor om naar de kathedraal te wandelen. Terwijl we het gebouw naderden, waren we vol ontzag en bewondering voor haar waardigheid, grandeur en sublieme majesteit. Uiteindelijk klommen we een lange rij trappen op naar een duizelingwekkende hoogte op de top van de toren, waar we de verre rivieren, torenspitsen en kerken bekeken. We kwamen helemaal uitgeput naar beneden en zochten in stilte naar een plaats om te rusten. Terwijl we onze voeten voortsleepten langs een levendige straat, botsten we op een zonnig terrasje. Hier zetten we ons tegenover elkaar op witte tuinstoelen aan een tafeltje en verfristen onszelf met chocoladeijs. Benjamin Kopf, een 17 jaar jonge Joodse emigrant uit Polen, heeft in 1911 de tijd van zijn leven in Antwerpen. Zijn vader ziet hun toekomst in Polen somber in en stuurt zijn zonen één voor één richting de Verenigde Staten. Voor Benjamin begint hier een groot avontuur. Op weg naar Antwerpen ontmoet hij een Duits meisje dat daar studeert. Risa toont hem de stad door haar ogen. 4 dagen lang zwerven een dolverliefde Benjamin en Risa door de stad. In zijn memoires schrijft hij met veel heimwee over Antwerpen. De dag begon op haar einde te lopen. Het geluid van stemmen en het klepperen van paardenhoeven vervulden de straten. We stonden op om te gaan. Aan de deur van haar pension beloofde ze me nog eens te zien en mijn moed welde op. En ik werd zo angstig en verlegen, stoutmoedig en dapper dat ik haar mijn liefde verklaarde. Maar niet stoutmoedig genoeg om in haar aanwezigheid te blijven. Verbaasd door mijn eigen directheid begon ik te rennen. Benjamin brengt nog enkele dagen met Risa door en reist daarna naar de Verenigde Staten. Hij zal zijn Risa nooit meer terugzien.